Goedendag, mijn naam is Guus Vreeburg, ik ben kunsthistoricus. En we zijn hier in de legertent op het terrein waar zich de afgelopen weken het IPIHAN-project heeft afgespeeld. En tijdens dat project heb ik zelf onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de locatie waar we nu zijn. En die noemen wij de betonplaat, omdat die ook bestaat uit bijna 3 hectare beton. En die betonplaat dekt een hele hoop van de grond af. En mijn opzet was het om eens terug te gaan in de geschiedenis. Dat wil zeggen dat we die betonplaat als het ware in moeten en naar alles wat daaronder ligt. Want dat zijn allemaal lagen van historische ontwikkelingen. Dus ik neem u daarin mee. Ik wil vandaag iets vertellen over de geschiedenis van deze plek, hè, waar zogezegd niks zou zijn. Maar als je diep in die betonplaat gaat boren, dan kom je allerlei historische lagen tegen. Dat heeft Esther heeft dat al 2 weken geleden, heeft ze ongeveer 80 centimeter diep geboord. Maar het blijkt, als je naar andere gaten kijkt die hier al waren, dat die gaten die er al waren veel dieper zijn. En die heb ik een paar dagen geleden gemeten door er een lat van 2,40 meter in te steken. En tot mijn stomme verbazing, die verdween bijna helemaal in dat gat. En pas daarna, daaronder, vond ik iets van zachte, in ieder geval bodem, en het was heel zacht. En daarvan dacht ik van, oh ja, dan zitten we ineens niet meer in beton, maar dan zitten we op grond of klei. Ik denk dat dat in ieder geval het maaiveld van 1941 was, maar misschien is het ook nog wel het maaiveld van 1871. En wat die getallen zijn, dat ga ik zo meteen eens even uitleggen. Eerst maar even uitleggen waar we nou precies hier zijn. Hè? Die locatie van die betonplaat van de Rotterdamse betoncentrale. Ik zeg steeds als ik het moet uitleggen, we zijn hier in de oksel van de A20 en de A16 met het Terbrechtseplein als een soort van richtpunt. Het is een plek die bijna niemand in Rotterdam weet. Hè? De Rotterdamse betoncentrale, nog nooit iemand van gehoord. En toch is dat een plek waar wij als IPIHANners de afgelopen weken met heel veel succes hebben gewerkt. We waren hier voor het eerst bij elkaar op 15 juli, op een woensdagavond. Het was toen een beetje grauw en grijzig. En toen kreeg je al een beetje een goed beeld van hoe die betonplaat eruit ziet en hoe kaal het hier is, hoe leeg. En daar stonden wij naar te kijken. Iedereen was vol enthousiasme over deze bizarre, radicale plek. Hè. Je kan haast niet geloven dat er in Rotterdam nog zoiets is. Zoveel leegte. En daar zijn we dus met veel plezier aan gaan werken. Zelf was ik hier voor het eerst een paar maanden daarvoor op een zondagmorgen 10 mei. En zo kwamen wij toen door een hek geklommen. En wij kwamen op dit punt uit. En dit is natuurlijk een beetje een panoramische blik. En dan zie je ook al hoe ongelooflijk, niet alleen groot, maar ook wijd het hier is. Hè? Hoe je ver kunt kijken naar de wolken. En wat er hier allemaal te zien is. En we stuiten meteen al op deze graffiti-kunstenaar, meneer Search. Die hier de afgelopen 2 jaar met een aantal van zijn vrienden heeft gewerkt. En dat Search, dat vond ik ook wel een mooi motto voor wat ik de afgelopen weken gedaan heb. Ik ga met u terug in de tijd. We zijn hier in 2020 en het hele verhaal wat ik vandaag vertel is steeds verder de historie in. En dat ga ik eerst maar doen door via Google Earth naar deze plek te kijken. Dit is 2019. Merkwaardigerwijs stond de hele zaak hier toen vol met auto's geparkeerd. Ik heb geen idee wat dat was. En je ziet ook, er is een plas hier en er is een kleinere middenplas dan we vandaag de dag gewend zijn. 2018, dan is het echt leeg. Het enige wat er dan nog staat zijn betonsilo's en een betonmengcentrale. 2015, dan is het hele terrein nog vol. Je ziet hier allerlei afvalhopen liggen, helemaal rondom. Ik heb me altijd met schrik afgevraagd wat dit paarse is. We zitten nu om de gedachte te bepalen op dit kleine stukje. Hè. Dus hier lag tot voor kort een enorme berg afval. Nog verder terug in de tijd, 2014, en je ziet het een beetje veranderen.
dat bedrijfsterrein van die Rotterdamse betoncentrale 2013. Maar opvallend is steeds maar enorme bergen, het soms wel tot 12, 13 meter hoog, van allerlei bouwpuin en ander verontreinigde, soms giftige grond, die ze hier verwerkten tot nieuw beton. Dat begon in 2006 en dat zien we hier in 2007. Dan is die ruimte nog helemaal leeg. Wat ineens opvalt is dat die botst met een rangeerterrein van sporen. En daaroverheen is dat bedrijventerrein aangelegd. Die sporen die kun je ook hier goed zien. In 2003 liggen ze er nog. Ze zijn dan helemaal overwoekerd met bomen en struiken en van allerlei, want ze zijn niet meer in gebruik. We zijn hier inderdaad op een voormalig spoorwegemplacement. Als je hier zou gaan graven, ik denk een meter diep, dan kom je in ieder geval dat spoorwegemplacement tegen. Ik weet niet, u heeft net allemaal voor de deur gestaan hier, voor de poort. Nou, daar is eigenlijk nog weinig aan veranderd. Dit is een foto uit 2015. En het enige wat er nou niet meer te zien is, is hier die silo's en die betonmengcentrale. Maar verder is het nog ongeveer zoals het nu ook was. Even naar links kijken. Toen was er op de plek waar nu onze keuken is, waren er wat ketens stonden er. En rechts stond hier nog, ik weet niet wat dat voor gebouwen waren. Dat heeft mij heel veel moeite gekost om eruit te vinden wat dat was. Want inmiddels zijn die gebouwen er niet meer. Deze plek en de directe omgeving daarvan is heel erg in beweging. Die Rotterdamse betoncentrale, die we hier, de RBC, dat was voor mij toen ik begon te zoeken, begon te, naar de geschiedenis van de plek, de Rotterdamse betoncentrale, wat is dat nou? En ik stootte toen al heel snel op de Befaro. De Befaro. Dat is de betonmortelfabriek Rotterdam, of was liever gezegd, een bedrijf dat in 1948 feestelijk geopend werd door de toenmalige minister van Volkshuisvesting en Wederopbouw, meneer In het Veld. En hier loopt de Rotterdamse burgemeester, dat is Pieter Jan Oud, de broer van de architect Oud. En dat bedrijf, een betonmortelfabriek, die is gevestigd midden in Rotterdam, aan het Haringvliet, de noordoever daarvan. En dat bedrijf had als doel om centraal, op een centrale plek, betonmortel aan te maken. Dus voor al de grote bouwprojecten die in Rotterdam in de jaren na de oorlog verwezenlijk moeten worden, dat niet iedere bouwer zijn eigen beton hoefde te maken, maar dat het op een centrale plek gebeurde, zodat je ook de kwaliteit een beetje goed in de gaten kon houden. Nou, dus ik was heel blij met die Befaro. Dat was ook een bedrijf dat voor het eerst met van die trommeltrucks door de stad reed. Daar hebben er honderden van rondgereden. Hier ziet u zo'n ding bezig met het storten van de souterrain, de keldervloer van de toekomstige Bijenkorf. Hier zie je nog net het gebouw waar nu Donner in zit. Dit is de oude CNA die er toen blijkbaar al stond. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er een hele hoop over gevonden, over die Befaro. Totdat ik erachter kwam op een gegeven moment dat dat bedrijf in 1973 is opgehouden. En een paar weken daarna, toen ik de directeur sprak van die Rotterdamse betoncentrale en ik hem vroeg van, goh Edward, heeft dat iets met die Befaro? Nee. Had er niets mee te maken, een totaal ander bedrijf. Jammer, maar zo gaat het af en toe als je dingen onderzoekt. Nou, terug dus naar die Rotterdamse betoncentrale. Die is voortgekomen uit een ander bedrijf, een eerder bedrijf, de Dutch Infratech BV. Die is opgericht in 2005, werd actief hier in 2006 en heeft onder die naam bestaan tot 2010. Nou, een heel korte geschiedenis, maar in principe is die Dutch Infratech BV verantwoordelijk voor het grootste deel van wat we hier nu nog zien op die betonplaat. Zij hebben dat voormalige spoorwegterrein ingericht als bedrijfsruimte.
In 2010 is dit bedrijf failliet gegaan. Er werd surseance van betaling aangevraagd. Ik weet niet of dat nou was omdat ze de zaken zo slecht gingen. Of omdat ze alleen maar een tijdelijke vergunning hadden gekregen om hier zo'n bedrijf te beginnen. Want het bestemmingsplan voor deze plek die wijst aan, er moeten hier bossen en vijvers zijn en wandelgebied. He, annex aan het Kralingse Bos waar we hier vlakbij zitten. En op basis van dat Dutch Infratech had gezegd, wij zijn hier maar tijdelijk, kregen ze 5 jaar ontheffing. Vanaf 2006. En in 2010 gingen ze failliet. En ik weet het niet precies zeker, dat heb ik allemaal niet uitgezocht, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat het iets te maken heeft met die aflopende ontheffing. Want dat bedrijf, die Dutch Infratech, ging failliet. En een paar dagen daarna werd de Rotterdamse Betoncentrale opgericht. Met dezelfde personeelsleden, dezelfde doelstellingen, dezelfde materialen, dezelfde verkoop, de afzetkanalen. Kortom, was eigenlijk hetzelfde bedrijf, maar onder een andere naam. Dus die kon dan weer waarschijnlijk een nieuwe ontheffing aanvragen. Nogmaals, ik heb dat moet ik een beetje met een slag om de arm zeggen. Ik kan dat niet letterlijk bewijzen, maar het is wel heel opvallend. Dat bedrijf is opgericht door meneer Peter van Bakel. Die gaf de opdracht op een gegeven moment in 2006 aan de architecten, een architectenbureau, om een tekening te maken van hoe je dit voormalige rangeerterrein zou kunnen omvormen tot een bedrijventerrein. En dat is wat je hier ziet. Om even de gedachte te bepalen, hier kom je tegenwoordig binnen. Dan ga je hier rechtsaf en dan zie je hier die grote materialenhoven die u wellicht al gezien heeft. Dit is de achterkant van het terrein. Hier lopen toch de sporen die afgebroken zijn. En dit nu, die heeft u vast al gezien, die grote waterplas midden op het terrein, die is hier nog niet aanwezig. Die is ook niet ontworpen door die architecten. Die hadden hier alweer van die grote hopen materialen neergelegd. Hier hadden ze de eigenlijke betoncentrale gepland en een groot bedrijfspand van ongeveer 3800 vierkante meter, niet een kleintje. En hier staan, laten we zeggen, de directievertrekken. Nou, even een beetje inzoomen. Het zijn prachtige tekeningen. Die vond ik nauwelijks een week geleden in het Rotterdamse Stadsarchief. Ik was als een kind zo blij dat ik dat allemaal vond. Want nu wist ik tenminste zeker een datum en hoe het er had moeten uitzien. Hier hebben we de rand van het terrein. Hier hebben we weer de ingang. Hier de grote waterbassins die je nog steeds ziet staan. En hier die twee gebouwen van ik tot nu toe net nog zei van ik weet niet wat die waren. En die blijken hier koelvemen te zijn. Ik kom daar zo meteen op terug waarom die er zijn. Of die er waren, want die zijn inmiddels afgebroken. Nou, hier een detail van al die materiaalhoven. Dat zijn betonnen wanden van 80 centimeter breed. En die staan over het hele terrein, om het terrein in te delen, om daar allerlei materialen gesorteerd te kunnen neerstorten. Die muren, daar vond ik ook tekeningen van in het archief, want zo zijn architecten. Hè, tot in details willen ze alles uittekenen. Dus hier zie je dat die muur 800 mm dik is en dat die 400 mm, 4 meter hoog hadden moeten worden. Dat zijn ze in werkelijkheid niet. Hè. Dus als je nu gaat meten, dan zijn ze 2 meter, 2 meter 20 hoog. Wat wel ook interessant is hier op deze tekening, is dat daar een verharding onder zit. Van ongeveer een meter dik. En daar staat ook bij wat dat is. Dat is 1000 mm verharding van Megatrax. Dat was een spulletje wat die Peter van Bakel, die eerste oprichter, had uitgevonden om daarmee al die grondstoffen, dat was bouwpuin, dat was vliegas uit de hoogovens, dat was chemisch afval, dat was verontreinigde grond, om dat allemaal op een beetje fatsoenlijke manier aan elkaar, door elkaar te mengen, zodanig dat al de giftige stoffen die daar eventueel in zaten, erdoor geborgen en gebonden zou worden, zodat ze er niet meer zouden kunnen uitspoelen. Dat was het principe van die twee bedrijven, Dutch
Intech, Dutch Infratech en die Rotterdamse betoncentrale. Dat was een unique selling point. Nou, dat zie je hier. En ze hebben daar dus blijkbaar ook die betonplaten waar wij nu overheen lopen meegemaakt. Hier zie je ook nog, hè, dus een fantastisch mooie tekening is dit. Dit is een aanzicht van zo'n wand. Nou ja, daar is verder helemaal weinig aan te zien. Maar goed, het is wel heel leuk om dat nog eventjes te zien. Hier heb ik dat ook nog wel een beetje in detail. Nou, dat is allemaal stukje bij beetje aangelegd vanaf 2006. En we kunnen daar ook al zo'n beetje een beeld van krijgen hoe het er toen uitzag. Door bijvoorbeeld deze foto's. Hier zie je een mobiele betonmengapparaat waar die grondstoffen in worden gekiept en vermengd met cement en water en dat megatrax. En dat wordt dan door elkaar heen gemixt. En dan heb je daar de betonvrachtauto's die dat dan kunnen vervoeren. Dit fotootje vind ik ook wel een prachtige. Omdat dat laat zien dat die betonplaat op dat moment helemaal nauwelijks te zien was. Hier hebben we een prachtig fotootje van hoe dat destijds is aangelegd. Met betonblokken die het bedrijf zelf ook maakte. Van die dingen van 1,60 lang en 80 bij 80. Echt, ze wegen 2 ton per stuk. Dus daar kun je heel mooi muurtjes van bouwen en niet gebruikte wegen mee afzetten. En hier zijn werklieden bezig om die laag beton aan te maken. En dat spulletje Megatrax. Ik heb laatst ook gesproken met meneer Willy van Limmen, die in dat bedrijf de betontechnoloog was. Die wilde wel vertellen over dat Megatrax, maar het recept daarvan, dat hield hij liever voor zich. Dat was een geheim ding, daar had hij ook geheimhoudingsplicht voor moeten tekenen. Dus dat was het geheime poedertje. Nou, laat eens even kijken van hoe die. Dit is een foto van eind juli 2020. We zaten hier toen net op een prachtige stralende dag. Nog niet zo heet als die van de afgelopen weken. Hier die enorme waterplas in het midden. Hier zie je die materialenhoven en je kijkt hier naar achteren. Dit is 2020 en als we nou een paar jaar teruggaan naar 2006 tot 2010, die periode van die Dutch Infratech, dan toen zag het er zo uit. En het enige wat je nou nog een beetje kunt zien is dit witte streepje. Dat is het dak. We kunnen dat vandaag de dag veel beter zien, als ik nog even terug kan. Maar dat lukt niet. Dat is het dak van de loods van het stoomdepot. Kijk, hier staat hij. Net buiten ons bedrijfsterrein, de IPIAN bedrijfsterrein. Nou, die loods die is af en toe ook nog een beetje hier te zien op deze foto's. En die geven echt een mooi blik van hoe surrealistisch volgepakt met enorme bergen minerale afvalstoffen heette het in de Dutch Infratech terminologie. Maar het was gewoon eigenlijk troep. Viezigheid, vuiligheid. Nou, dat is er ook best aan af te lezen. Moet je kijken, die kleine vrachtwagen ziet totaal in het niet vallen bij die bergen afval. Ik vond dit, toen ik deze foto's kreeg van die Willem van Limmen, die betontechnoloog van dat bedrijf, mijn bek viel open, moet ik zeggen. Want dat had ik in mijn ergste nachtmerriedromen niet kunnen verzinnen, dat het er zo uitzag. Dat spul wat ze verwerkte, daar had hij ook een fotootje van. Grof gemalen tot ongeveer 8 mm, dat was de kleinste maat van bouwpuin. Waarvan hij dan geheime recepten had om dat bouwpuin in verschillende samenstellingen, namelijk voor verschillende toepassingen, door elkaar heen te mengen. En ik zei al, een van de belangrijkste producten, dat was wat ze noemden cementgebonden funderingsmateriaal. Dat was het nieuwe materiaal wat ze bouwden. Als je in Nederland een weg gaat bouwen of een spoorlijn gaat aanleggen, dan ga je graven tot op de vaste grond. En daarop leg je dan eerst zo'n laag beton en pas daarop komt de spoorlijn of het wegdek. He, dus je kan je voorstellen dat er wel behoefte was aan dat soort spul. Die verharding van Megatrax. Nou, die Rotterdamse betoncentrale,
die reizen dus het hele land af om overal afval op te kopen. Daar was een van de medewerkers was daar verantwoordelijk voor, de zogenaamde acceptant. Meneer Hardenberg, die was van origine bioloog, maar was een van de, schrik niet, 6 werknemers van het hele bedrijf. En hij bepaalde, hij reisde het hele land af om te kijken wat voor afval er werd aangeboden en of het hier wel een beetje paste. Maar als het te smerig was voor zelfs hier, dan kwam het terecht in de slufter op de Maasvlakte. Nou, dat was dus een heel gedoe met die Dutch Infratech, die in 2006 van start ging. In 2005 was opgericht en in 2010 alweer verdween en toen opgevolgd werd door die Rotterdamse betoncentrale. En dat bedrijf, dat heeft ook maar een kort leven gehad. Namelijk tot 2013, 7 maart 2013, toen werd surseance van betaling uitgesproken, ook over dit bedrijf. Waarna het 2-3 jaar later, op 2016, ik weet niet of u nog weet wat u toen deed op die datum, maar toen werd die liquidatie beëindigd en ging het bedrijf formeel failliet. Een dag later werd het ook bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Nou, het bedrijf was dus failliet, maar die bergen, die lagen hier nog. En een maand daarna gaf NS Vastgoed, van wie dit terrein eigenlijk is, hè, dat voormalige spooremplacement, die gaf opdracht aan een bedrijf Besis om al die restmaterialen te verwerken. Dat was 2 jaar daarna, was dat klaar. Toen heeft NS Vastgoed ook alle installaties laten veilen. En sindsdien is dat bedrijf, is dat terrein leeg zoals wij het nu kennen. Dus je moet je goed realiseren dat alles wat je hier ziet, hè, het lijkt al heel oud en heel lang geleden, maar het is nog maar nauwelijks 4 jaar geleden dat hier dat maanlandschap nog lag. Nou, in die lege ruimte, daar blijkt dus nou in de zomer van 2020, daar zijn nog allerlei sporen en allerlei materialen die je kunt verzamelen en die toch iets laten zien van het verleden en waar je bijvoorbeeld ook het hele arbeidsproces aan kon reconstrueren. Dus ik wil met u nu door dat arbeidsproces even lopen, het productieproces. Hier komen we met een grote vrachtwagen met 20 ton van dat afval en bouwpuin en vliegas komen we hier het terrein op zetten. En je rijdt hier met je vrachtwagen op een weegbrug, want het bedrijf wil graag weten hoeveel materiaal erin die vrachtwagen zit, want het bedrijf wil daar graag zijn handje voor ophouden, want het helpt de leverancier van dat puin af, slaat het op en dat kost geld. Dus wil ik weten of ik nou 5 ton of 20 ton in die vrachtwagen heb liggen. Hier is die ingang van het terrein met die weegbrug hier. Hier heb ik een foto van de restanten van die weegbrug. He, dat was een plekje waar op een geconcentreerde oppervlakte groot gewicht drukte. En vandaar dat er hier allerlei grote betonbalken liggen om die weegbrug een beetje fatsoenlijk te ondersteunen. Die kun je hier ook nog zien op deze foto. Hier is nog iets van de restant van de bak waarin die bascule op en neer ging. En tegelijkertijd zie je hier ook, die heeft u ongetwijfeld ook gezien, die enorme hoge, dit zijn wel 4 meter hoge betonwanden. En dat waren de waterreservoirs van het bedrijf. Grote, diepe bakken met zogenaamd schoon water erin en zogenaamd vuil water erin. Nou, hier kijken we in de bak van het vuile water en hiernaast is de bak van het zogenaamde schone water. Die bakken zijn er ook op gericht om het bedrijfswaterafval, om dat zodanig schoon te maken dat het zo meteen weer in dat nieuwe beton gemengd kan worden. Een van de IPIAN-kunstenaars die heeft van juist die schoon waterbak zijn project gemaakt. Je kunt er tegenwoordig heel makkelijk
naartoe klimmen en er weer in afdalen. En dan sta je ineens op de bodem van die 4 meter. En dan zie je eigenlijk alleen nog maar, en dat is wat Ties wil laten zien en laten ervaren. Dan zie je helemaal niks meer van de wereld. Je ziet alleen nog maar de blauwe lucht. Nou, dat zijn dus die waterbakken. Dan kom je vervolgens, als je het terrein oploopt, kom je dus die grote materialenhoven tegen. En dit zijn wat foto's van eind juli, 26 juli. En toen stond er op het hele terrein nog veel meer water. Toen moesten die tropische weken van laatst nog komen. Toen was de grote middenplas, die ging bijna naadloos over in de kleine plassen die hier in ieder van die hoven staan. En die er nog steeds zijn. Wat je af en toe ook tegenkomt als je daar rondloopt, dat zijn dit soort putdeksels van het bedrijfsriool. Alle bedrijfsafvalwater, hier zie je ze liggen. Ik heb er 4 gevonden. Hier liggen die materialenhoven. En wat nu een dijkje lijkt, dat was ooit een diepe geul. Dat waren de diepste punten van het hele terrein en vandaar dat daar die rioldeksels lagen. En daarin vloeide af de middenzone van het terrein en die materialenhoven. Die hadden allemaal een naar achteren oplopende vloer. Zodat eventueel regenwater wat op die materialen, op die grondstoffen zou vallen en wat er eventueel aan viezigheid zou uitspoelen, automatisch in die bedrijfsriolering terecht zou komen en dan volgens in die waterreservoirs gepompt om het weer een beetje schoon te maken. Maar ja, die betonvloer die is in plaats van dat die nou van achter naar voren oploopt, loopt die van achter naar voren af. En vandaar dat er nu ook water in staat. Dat is helemaal niet de bedoeling geweest ooit. En dat komt omdat die betonvloer, gedurende de tijd dat die bedrijven hier geweest zijn, te zwaar belast zijn. En dus je kan het je haast niet voorstellen, 1 meter beton onder het gewicht van die materialen zo de grond is ingedouwd. Een van de andere Rotterdamse IPAN-kunstenaars, die heeft in een van de materialenhoven waar die correcte afwatering nog wel aanwezig is, heeft hij een project gemaakt, Willem Besselink, om waarmee hij de hoogtelijnen van dat oplopen, CQ aflopen van achteren naar voren zichtbaar maakt. Nou, dit is de zuidkant van het terrein, maar ook aan de noordkant, waar wij nu zitten. Daar had je ook van die afwaterende, aflopende materialenhoven met op een diep punt, die ligt nu nog een beetje onder water van die middenplas. Daar vind je ook van die rioldeksels als je goed zoekt. Nou, al die materialenhoven die liggen vol met grondstoffen en die moeten vervolgens gemengd worden. Nou, hoe doe je dat? Nou, daar hadden ze een van die andere 6 bedrijfsleden. Dat was de chauffeur van een grote shovel met zo'n grote schepbak. En die schepte materialen, grondstoffen uit die hoven en bracht ze dan omhoog. Op van hier naar boven, een meter of 5-6 hoog wel. De heuvel noemen wij dit geheel. Een gigantische steile helling. En aan het eind van die helling, je kan ze nou niet meer zien, het enige wat je er nou nog van kan zien zijn de betonnen poeren waar ze op hebben gestaan, stonden metalen bakken en daar werden al die grondstoffen van bovenaf ingestort. Het is een beetje alsof wanneer je een cake gaat maken of zo, dan neem je 200 gram suiker en 200 gram bloem en 200 gram van dit. Dat mik je in de mixer door elkaar. Dat gebeurde hier ook zo. Onder deze bakken, daar liep een lopende band. Ze staan niet alleen aan de noordkant, maar ze staan ook aan de westkant. En die lopende band, kijk, hier heb je die bakken. En hier heb je die heuvel. En hier heb je die lopende band. En hier heb je die lopende band die naar boven gaat. En ook die lopende band is helemaal weg, die is ook in 2018 verkocht. En ook daarvan zie je alleen nog maar de fundamenten. Maar je kan wel precies zien hoe die lopende band, die Jacobsladder, zo heet zo'n ding, dat die een beetje scheef stond op
dit hele complex, dat was de eigenlijke betoncentrale. Dus hier zie je nog net even die ladder omhoog komen. Dit geheel, dat is de eigenlijke mixer. Dit zijn de silo's waar cement en zand en megatrax in zit. Die werden er overigens niet van bovenaf ingekiept, maar die werden er via slangen ingeblazen van bovenaf. Je ziet ze hier staan. Voor het eerst komen ze op die Google Earth foto's voor in 2011, 2012. Toen zijn ze blijkbaar gebouwd ter vervanging van die mobiele betoncentrale waarmee ze tot dan toe gewerkt hadden. Inmiddels was het 2011 was dat die Rotterdamse betoncentrale had die Dutch Infratech opgevolgd. Nou, en ook van die centrales, van die silo's is helemaal niks meer over, behalve een veldje betonpoeren van diverse pluimage. Deze bijvoorbeeld, daar was de operating room op gevestigd. Die zien we hier een beetje staan. Daar zat de betontechnoloog achter de computers om precies te mengen die 200 gram meel, die 200 gram suiker en die 200 gram boter. En dat had gekweekt. De control room zou je kunnen zeggen. Daar zie je ook nog wat. Er is op het terrein zogenaamd niks meer. Maar als je goed kijkt, dan steken er nog overal leidingen en kabels uit de grond waarmee die control room in contact stond met de grote apparaten. Nou, dit soort betonfundamenten, dat is weer voor een ander doel. Daar stond de waterbak op, hè, met dat water uit het bedrijfsriool via die waterreservoirs gereinigd een beetje, zodat je dat als vloeistof in dat nieuwe beton zou kunnen gebruiken. Die waterbak, die zie je hier zo staan. Nou, hier komen we dan. Dit zijn echt heel bijzondere, grote, dikke, zware. Veel zwaarder en dikker dan de andere. Daar stond de uiteindelijke betonmixer op. Dat was een heel ander ding dan wanneer je cake maakt, zal ik je zeggen. Je ziet dat ding hier staan, een gigantisch apparaat. Daar gingen tot maximaal 20 ton grondstoffen in. Moet je je even voorstellen. Een zogenaamde twin shaft mixer. En ik heb dat opgezocht. Ik wist niet wat. Ik ben ook maar een simpele kunsthistoricus, dus wat dat is. Nou, dat is hier zie je er een plaatje van. Dat is een grote trommel van 20 ton. Daar zitten twee gigantische messen in die tegen elkaar indraaien. En zo krijg je die grondstoffen keurig gemixt. Je gooit er een plens water bij. En voilà, dan kun je er een vrachtwagen onderdoor laten rijden. Die dan met 20 ton beton, nieuw beton, weer wegrijdt. Je ziet af en toe op het terrein ook nog restanten van wat ze hier maakten liggen. Onder andere die grote blokken waar we het net al over hadden. En dan zie je ook, dit ziet eruit alsof dit, god weet ik, 100 jaar geleden gemaakt is. Maar dit zijn blokken van nauwelijks 5 jaar oud. En dan zie je dat er van allerlei troep in zit. Kiezels, stukken glas, stukken plastic. Je moet er ook maar niet je vinger tegen aanleggen, denk ik zo. Want daar zal best nog wel een wolkje gif in zijn. En een van de andere Rotterdamse IPHAN-kunstenaars, Esther Kokmeijer, die heeft, dat was de mevrouw die in eerste instantie die boorkernen had laten uitboren van 80 centimeter diep, die heeft ze hier nu op die poeren van de betonsilo's neergezet, geëxposeerd. Ze heeft ze keurig gepolijst. En ineens is dat afvalmateriaal, is het nu een kostbaar gesteente, lijkt het geworden te zijn. Zij noemt haar project ook lapidarium. Dat is een term uit de Renaissance van vorsten die kostbare edelgesteenten verzamelden. Esther doet net alsof dat hier ook kostbare edelstenen zijn. Dat is het natuurlijk niet, want het is en blijft afval. Nou, die vrachtwagens reden daar onderdoor, onder die twin shaft mixer. 20.000 ton nieuw beton erin. En die reden vervolgens het terrein af via deze plek, die je ook nog heel goed duidelijk kunt zien. Dat was een installatie om de wielen van die vrachtwagens
een beetje te reinigen voordat die weer de openbare weg opreden. Want je kunt je voorstellen dat er aan de wielen van die vrachtwagens in dit ongelooflijk smerige terrein een hele hoop viezigheid bleef plakken. Die wielwasinstallatie is pas in 2012, 1 jaar voordat die Rotterdamse betoncentrale ophield te werken, is die er gekomen. Dat werkt een beetje zo. En ik denk dat dat te maken had met de steeds maar scherper wordende eisen van de Milieudienst van Rijnmond. Dat heeft heel lang het productiebedrijf, productieproces stilgehouden. 3/4 jaar moesten ze wachten op een vergunning. En uiteindelijk heeft dat helemaal niks geholpen dat ze zo'n wielwasinstallatie hebben gemaakt. Ze hebben dat gewoon verloren. Nou, je ziet daar nog wel allerlei standen van staan. De bak zelf natuurlijk. Hier zie je waterspuiten. En er staat ook nog een doosje met sensoren. Hè? Dus dat er niet iemand bij die waterspuit hoefde te staan om de kraan open en dicht te doen. Het ging allemaal automatisch. En vervolgens reed dan die truck met zijn schone banden via diezelfde weegbrug weer het terrein af. Want dan stond het bedrijf nog een keer met de hand open. 20 ton nieuw beton. Dat gaat niet voor niks. Hè. Dat was een heel slimme bedrijfsvoering. 1 keer de hand ophouden bij het binnenkomen van die grondstoffen. En 1 keer bij het er weer uitgaan op een recyclede manier. Nou, ik zei al, dat bericht, dat bedrijf heeft uiteindelijk maar heel kort bestaan. 2005 die Dutch Infratech, 2010 dat failliet, 2010 die Rotterdamse betoncentrale, 2013 die weer failliet. En in 2016 krijgt dan die firma Besis de opdracht om het terrein een beetje toonbaar te maken, om al die materialen eraf te halen. Dan moet je weten dat dat bedrijf Besis precies dezelfde eigenaar had als die Dutch Infratech en de Rotterdamse betoncentrale. Die meneer Peter van Bakel, waar ik het net al over had. Dus dat was ook wel een tamelijk slim ding. Die meldde in 2018 heel trots dat ze 20.000 ton, of 250.000 ton troep hadden weggewerkt. 2 jaar tevoren heette dat nog 120.000 ton minerale reststromen. Dat was de opdracht die ze van NS hadden gekregen om dat weg te ruimen. En het bleek er dus geen 120.000 ton, maar ruim 2 keer zoveel te zijn. En in 2018 noemden ze het gewoon downright troep. Nou, tijdens dat schoonmaakproces ziet het er nog zo uit. Stukje bij beetje wordt dat terrein leeggeruimd. En dan gaan we weer terug verder de geschiedenis in. 2015, dan is er nog 1 grote vieze bende hier. 2003, dan liggen er nog die sporen. En die sporen die hoorden bij een groot spoorwegemplacement. Hiernaast loopt de spoorlijn van en naar Utrecht. Daarachter de A20. En daar aan deze kant was een gigantisch spoorwegemplacement van 1 hectare of 6. Met eindeloos veel opstelsporen. Ik heb hier aangegeven, we kijken hier vanuit oostelijke richting dat hele traject op. Hier zie je nog net de A20 lopen. Dit is de spoorlijn naar Utrecht. Hier die A20, die gaat daar met een groot viaduct over die spoorlijn heen. Dat kun je nog steeds zien. En ik denk dat hier ergens, met dat rode ellipsje heb ik dat aangegeven, daar is ons betonvlakteterrein. Een van de bedrijven die van dat emplacement profiteerde, dat was de tuinbouwveiling die hier destijds gevestigd was aan de Boezembocht op de plek waar nu het politiebureau is. Een hele grote veiling die groente en fruit en allerlei tuinbouwproducten vanuit de omgeving hier verzamelde en ze via het spoor over heel Europa weer distribueerde. Ik kom daar in een latere lezing nog wel even op terug. Maar ik vond daar in ieder geval al van vast uit de jaren 50 deze fantastisch mooie reclameplaat. Dat bedrijventerrein van de fruitveiling zie je hier getekend op een schematische voorstelling van dat gigantische spoorwegemplacement. Dat helemaal natuurlijk niet geografisch correct is. Maar wel laat zien hoe ingewikkeld en fijnschalig het was. Dit is ongeveer 1980.
Dat terrein was in 1953 aangelegd en in 1980, hè, toen, 1953, toen waren er eigenlijk nog nauwelijks grote vrachtwagens, ging alles per trein. In 1980 begint langzamerhand het vervoer over de weg, het vervoer over het spoor te verdringen. En dan vanaf 1980 wordt dit bedrijventerrein, dit emplacement, langzamerhand raakt het buiten de orde. Hier zijn we inmiddels nog dieper in de tijd. Ik schat dat we hier ongeveer 1,20 meter onder het maaiveld zitten. Dat is 1941, toen is deze kaart ontstaan. En die hoorde bij twee grote projecten uit die tijd. Namelijk de exploitatie van de Alexanderpolder, de Prins Alexanderpolder die we hier zien. En het nadenken van over het Kralingse Bos en de Kralingse Plas die we hier zien. En hier weer aan deze, met deze ellips geef ik aan waar wij nu zitten. Er was toen een heel andere spoorwegverbinding met Utrecht. Ik kom daar ook later weer op terug. Ik laat alleen even zien dat onze locatie nu hier is ten opzichte heel vlak bij de Kralingse Plas. En ook al aan deze spoorlijn, die er nu eigenlijk helemaal niet meer is, vooral dit stuk is er niet meer, liep naar het Rotterdamse Maasstation op de Maasboulevard. En aan deze kant liep die spoorlijn naar het Delftse Poortstation, het huidige Centraal Station. En in 1941 zijn ze er al over aan het nadenken, kunnen we hier een nieuw tracé aanleggen voor een spoorlijn naar Utrecht. En je ziet hier dat ze die Alexanderpolder, dat er een heel diep ding is. 6,55 meter, moet je even voorstellen, dat zijn bijna drie verdiepingen. Onder NAP zitten we hier. Dus daar heeft ooit ook 6,55 meter water gestaan. Nou vind ik het jammer dat op onze plek net de waterhoogte niet staat aangegeven, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het daar ook niet verschrikkelijk diep is geweest. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de verdere geschiedenis van dit gebied. Heel vroeger, en dan hebben we het over de 12e, 13e eeuw, stak dit gebied nog een eind boven water uit. Het was één groot, drassig, woest, wild moerasgebied. Daar zijn de, bijvoorbeeld de namen Rubroek, wijst daar nog naar. Broek is een moeras. En Ru, dat komt van ruig. En bij Ommoord, dat is ook al zo'n naam die daarna verwijst naar die, dat is de oude moor en de moor is ook al een moeras. Er is heel veel namen die verwijzen daar nog naar. Maar vroeger, heel vroeger dus, de 12e en 13e eeuw, stak dit nog behoorlijk boven water uit. En later is die grond behoorlijk gaan inklinken en dat had met name te maken met dat de ondergrond hier veen is. En veen is een mengsel van allerlei organische materialen en water. En op het moment dat je een beetje gaat proberen om die grond, die massa, een beetje watervrij te maken door de sloten doorheen te graven, het enige wat je dan bereikt is dat op termijn dat veen inklinkt en dat je maaiveld steeds dieper wegzakt. Nog weer later, en dan zitten we in de 18e eeuw, zijn ze dat veen gaan afgraven, want het bleek dat je daar ook op een hele mooie manier brandstof van kon maken. Turf namelijk. Nou, en dan zie je dat het maaiveld, het wateroppervlak van toen, dat ligt echt meters onder het wateroppervlak van de 13e eeuw. Dat zie je ook een beetje als je op diverse kaarten van Rotterdam gaat kijken. En ik heb steeds geprobeerd om in te zoomen op het stuk waar wij nu zitten. Dit is een prachtige kaart uit 1901. Daar zie je weer onze plek zitten. Je ziet hier de aanduiding van de bodem van de Prins Alexanderpolder. Die was in 1901 nog 6,30 meter in plaats van 6,55 meter zoals in 1941 was. Dus in die tijd is die bodem ook nog weer een stukje ingeklonken. En je ziet die Prins Alexanderpolder ook op deze kaart uit 1870. Die ik ook al vond in het Rotterdamse Stadsarchief. En dan zie je overal dat hier sloten liggen. Ik dacht in eerste instantie, wat een rare arseringen zijn dat. Maar dat blijkt allemaal sloten te zijn van percelen die in die toen nieuw aangelegde polder zijn aangebracht tussen een aantal wegen die er doorheen lopen. En hier zie je de zogenaamde hoofdweg die door het midden van die polder loopt. Dat is natuurlijk dezelfde hoofdweg die er vandaag de dag nog steeds is.
Hier ligt de, wat toen heette de Noordplas, die wij nog kennen als de Kralingse Plas. Dit is een detail van deze kaart. En die laat heel goed zien dat 1865, het valt hier helaas een beetje weg, die Noordplas omgeven was door een hele hoop andere plassen. Het was eigenlijk één grote watervlakte met een paar dijkjes er nog doorheen. Katers heette die. Waarmee je een beetje zo nog door dit hele gebied kon manoeuvreren. En dat waren tientallen hectare water die een grote bedreiging vormden voor de stad Rotterdam. Met name in de winters, als er wind uit het noordwesten kwam, dan werd dat al dat water uit die diverse plassen werd opgestuurd in de richting van de stad. En die lag sowieso al een beetje onder water, onder de zeespiegel. De Koolse polder bijvoorbeeld, of de Bergpolder. Dus je moest heel erg uitkijken als stad dat niet onder water liep. En vandaar dat vanaf 1865 plannen zijn ontwikkeld om dat hele gebied langzamerhand droog te pompen. Dat zie je hier gebeuren. Hier is onze locatie. Er is van geen spoorweg natuurlijk nog sprake. En in 1870 is dat helemaal, dat hele gebied met al die waterplassen is leeggepompt. En je ziet ook dat van die oorspronkelijke plassen nauwelijks meer iets te zien is. Want dat hele gebied is opnieuw ingedeeld met al die sloten erdoor, met wegen en tochten daarlangs die het water uit de sloten moesten afvoeren naar de ringvaart. En die vanuit de ringvaart via het Boezemkanaal uiteindelijk naar de Nieuwe Maas. 1865, 1870 naast elkaar, dan zie je in 5 jaar hoe dit landschap inmiddels totaal veranderd is. Dit is het plassenlandschap en hier de Nieuwe Polder. Die droogmakingsideeën, die droogmakingsplannen, die waren eigenlijk al van veel oudere datum, van het eind van de 18e eeuw. Toen zijn ze al bezig geweest na te denken hoe ze bijvoorbeeld de polder onder Hilligersberg, de polder Ommoorden, hoe ze die zouden kunnen droogmalen. Nou, dat is een heel mooi plan geweest, maar helaas is van dat plan toen niks gekomen, want die polder lag zo diep en we hadden alleen maar pompen aangedreven door windmolens. En die kregen dat water niet hoog genoeg gepompt. Dus in 1770 is het bij een plan alleen maar gebleven. Totdat in de 18e eeuw de stoommachine werd uitgevonden. En die stoommachine kon je in gemalen zetten. En daarmee zijn al die plassen leeggemalen. En ontstond de Prins Alexanderpolder. En die Prins Alexanderpolder die is genoemd naar een van de grote drijvende krachten achter dit hele plan. Dat was Prins Alexander, de jongste zoon van toen koning Willem III. En die heeft in 1866 de eerste steen officieel gelegd voor een van de grote gemalen van die Nieuwe Polder. Allemaal stoomgemalen. Hier zie je de ringvaart om die hele polder heen. Daar werd het water via deze beneden gemalen, heette dat dan, in de ringvaart gepompt. Die zie je hier. En hier zie je nog een tocht liggen naar het bovenstoomgemaal. En dit randje kun je hier nog net zien. Dat is de Maas. Om de gedachte te bepalen, dit is het grensje van waar Kralingen op de Maas stuit. Die Prins Alexander, je ziet hem hier, het was een heel bijzondere jonge man. 1851, 1884, hij is niet heel erg oud geworden. Maar hij heeft zijn naam natuurlijk wel ontleend aan, die kennen wij tegenwoordig nog steeds. Dus als je bij de metro bij Alexander uitstapt, dan is dat deze Alexander. En hier zie je het moment, 1868, waarin ze aan het bouwen zijn aan die grote stoomgemalen. Die uiteindelijk dus voldoende pompkracht leverden om al die voormalige plassen droog te malen. Hier zie je dat nog een keer op een schematisch kaartje. En dat kaartje heeft veel te maken natuurlijk met deze kaart uit 1870. Toen begonnen de eerste stukken droog te vallen. En toen zijn ook de eerste plannen gemaakt om dat hele gebied nieuw in te delen. En de bedoeling was dat die nieuwe percelen verkocht zouden kunnen worden als landbouwgrond.
Maar helaas, de bodem bleef zo drassig dat je daar nauwelijks graan of aardappel of god weet ik wat. Daar was nog steeds veel te nat voor. Het enige wat je kon doen was tuinbouwproducten in platte glaskassen kon je verbouwen. En ik had het net over die coöperatieve tuinbouwveiling. Nou, die heeft dus enorm geprofiteerd tussen 1870 en ongeveer 1940. Die hele Prins Alexanderpolder, waar toen nog geen woonwijken waren, één groot tuinbouwgebied is geworden. Dat zie je onder andere ook nog hier op deze kaart uit 1968. Dan is die Prins Alexanderpolder nog grotendeels zoals die een eeuw geleden daarvoor ook al was. Het enige wat je hier ziet staan, is de eerste plannen voor de wijk Ommoord. En schrik niet, dit is ergens in de jaren 70. Dan zijn de eerste grootschalige flats gebouwd. En je ziet dat die in hun rechthoekige grid waarin ze staan nog weer erg botsen op dat veel kleinschaliger, die veel kleinschaliger structuur van de Alexanderpolder. Dat zie je hier ook gebeuren. Hier loopt nog een van die 19e eeuwse hoofdwegen door de polder. Dus alweer, hè, het gebied hier om ons heen is ontzettend veranderd. Nog verder terug in de tijd. Een kaart van Rotterdam en van Zuid-Holland uit 1868. Ik heb daar hier wat details van. Hier zie je nog weer al die plassen ten noordwesten van... Hier, dit is het toenmalige Rotterdam, dit driehoekje. Er was nog helemaal niks op Zuid. En hier dat gigantische plassengebied met ten noordwesten met dat gevaarlijke water erin. Dat zie je ook op deze prachtige kaart. Ook die staat in het stadsarchief uit 1784. En daar zie je ook dat de namen van die plassen... Hier hebben we weer de Noordplas... En hier hebben we de plas achter Rubroek. Hier hebben we voor Rubroek. Dat was ook al een plas, maar die was eerder dichtgegooid, waar op dit moment de wijk Rubroek op staat. Rubroek nogmaals, de ruige broek, dat verwijst nog terug naar hoe het in de middeleeuwen genoemd is. Hier zien we die situatie van die kaart uit 1874 nog een keer. Met al die plassen, en dat is hier geprojecteerd over de huidige situatie, dan kun je enigszins een beeld vormen van hoe dit terrein in de afgelopen 250 jaar enorm veranderd is. En nogmaals, wij zitten nu hier, dus midden in die voormalige Rubroekplas. Hier stroomt de Rotte naar boven. Hier zitten we nog weer vroeger, 1750. En daar staan die plassen ook al ingetekend, maar ze zijn nog niet half zo groot als ze een eeuw later waren. Kijk, die Rubroekpolder, die is hier maar een heel klein stukje. Dit is tegenwoordig de Kralingse plas. Dat waren toen nog twee aparte plassen. En die zijn het gevolg, hè, dat zijn geen natuurlijke plassen, zei ik al. Die zijn ontstaan door mensenhand. Doordat er in de 18e, 17e en 18e eeuw op grote schaal de veenbodem die eronder lag, is afgestoken. Soms gebeurde dat op een droge manier. Dan kon je gewoon op de grond gaan graven. Maar soms moest dat ook vanaf bootjes. Want dan was die gaten die liepen langzamerhand vol met grondwater. En dan moest je dus onder het waterspiegel moest je aan lange staken de veenbodem uitsteken. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen. Bij weer en wind en op zo'n wiebelig scheepje. Vervolgens moesten die stukjes veenbodem dan aan land gebracht worden. Die werden daar te drogen gelegd en vervolgens geperst. Ik weet niet of u die nog gekend heeft. Tot turven die je dan vervolgens in je kacheltje kon gooien. In de hoop dat er dan nog een beetje warmte uitkwam. Hè? Dus van dat veen, van organische plantenresten van honderden, misschien wel duizenden jaren geleden. Nou, dat moet dus een gigantische operatie geweest zijn. En in de loop van de 18e eeuw nam dat een grote vaart. En toen zijn dus al die grote veenplassen ontstaan. Hier, op deze kaart, uit 1611, zijn die veenplassen er nog niet. Even kijken, we moeten een beetje kijken. Hier ligt Rotterdam. En hier, dit hele gebied waar wij nu zitten, dat zijn nog droge polders. Een prachtige kaart van vader en zoon Floris Balthasars en Balthasar Floris.
zo heten ze, van Berkenrode. Een kaart van Delfland, gemeten, gekarteerd en in het licht gebracht door meester Balthasar, Floris Balthasars in het jaar 1611. En ik zoom even in op wat toen Rotterdam was. Om even de gedachte te bepalen, dit is de Blaak, dat was toen de stadsbuitengracht. Het hele wijnhavengebied bestond toen nog nauwelijks. Hier, dit was de westelijke stadsgracht, de tegenwoordige Koolsingel. En hier aan de kant van Gouda, de Goudse Singel. En hier stroomt de Rotte naar boven, zoals die nog steeds naar boven stroomt. En hier zie je dat in 1611 nog allemaal land is. De namen die in deze kaart getekend zijn, die zijn nog heel herkenbaar. Blommerdijk, de Bospolder, de voor- en de achter-Rubroekplas. Hier hebben we het Ambt Kool. Dat is ook een heel diep gebied. Ik weet niet of je wel eens vanaf de Schiedamse dijk of de Nieuwe Binnenweg naar het westen bent gereden. Dan rijd je een heel stuk naar beneden om bij Delfshaven weer, als je op de binnenweg rijdt, moet je een heel stuk weer omhoog klauteren. 1611 dus, een prachtige kaart waarop je dus heel veel ziet staan. En onze locatie, die moet hier ergens liggen. Ik weet niet of je dat op de camera ook kunt zien. Ver buiten deze kaart. Hier zie je nog een detail van diezelfde kaart. En hier kijken we nog verder terug naar 1574. Ik weet niet of je wel eens hutspot eet. Hutspot, dat is zo'n mengsel van penen en uien met een enkele haring erbij. En dat was wat in 1574 gegeten werd door de inwoners van Leiden toen uiteindelijk hun stad bevrijd was van de Spanjaarden. En dat zie je op deze kaart gebeuren van Frans Hogenberg, een prachtige 16e-eeuwse cartograaf, die hier een kaart heeft gemaakt in 1574 over de ontzettingen van de stad Leiden, het Leids ontzet. Nou, laten we daar eens even naar gaan kijken, want die geeft ook wel iets weer over de omgeving van waar wij nu zitten. Ik heb hier even een detail uit diezelfde kaart. Hier zie je weer de stad Rotterdam. Hier stroomt de Rotte naar boven. Hier stroomt de Merwe die hier overgaat in de Maas. Hier heb je Delfshaven en Overschie. Hier buiten de kaart, onder de kaart, ligt Schiedam. Een beetje verwarrend is dat in tegenstelling tot moderne kaarten waar het noorden naar boven ligt, ligt het noorden hier naar links. Je moet je even denken, hier zie je vervolgens, waar was het ook weer, Berkel. Hier zie je de buitenwijken van Delft en hier zie je Zoetermeer liggen. Die naam is natuurlijk ook niet voor niks gekozen, hè? De Zoetwatermeer. Nou, wat je hier ziet gebeuren, en daarom heb ik hier die rode pijlen neergezet. Bij gaten die op dat moment in 1574 werden doorgestoken in de Overschiese oostelijke dijk, de Hoogstraat en de Westzeedijk. Die het hele achterland moesten beschermen, dat gebeurde al sinds 1260 ongeveer, tegen het water van die grote rivier. En in naarmate we hebben nog steeds het waterschap van de Krimpenerwaard en Schieland. Die zorgt ervoor dat de Maas niet zodanig kan overstromen dat hij het laaggelegen achterland in kan lopen. Nou, hier is dat opzettelijk bewust, is die dijk doorgestroken, opdat het hele achterland totaal onder water komt te staan. En dat laat die kaart van Frans Hogenberg zien. Hij heeft hier geprobeerd allemaal golven in te tekenen. Het hele stuk tussen Rotterdam, Schiedam, Delft en uiteindelijk Leiden stond helemaal onder water. Dat moet een gigantische ramp geweest zijn voor de mensen die daar woonden. Dat waren er nog wel niet miljoenen, zoals tegenwoordig. Maar die zagen toch ineens een hele gebied onder water staan. En waarom gebeurde dat nou? Dat gebeurde opdat de watergeuzen, die eerder al Den Briel hadden bevrijd, met hun schepen over dat water in de richting van de stad Leiden zouden kunnen varen. En daar zaten de Spaanse troepen van de Spaanse koning, die wij altijd zo geëerd hadden.
leert het Wilhelmus. Maar ondertussen, hè, dat waren gewoon bezettingstroepen. En die wilden we er graag uit hebben. En die hadden zich verschanst in de stad Leiden en in Leidse Schans. Dat heet niet voor niks zo. En die waren zo powerful en sterk dat geen kruid daartegen opgewassen was. Ook niet de troepen van Willem van Oranje. Tot die watergeuzen kwamen. Die hebben dus voorgesteld, laten we die dijk, dat hele stuk, onder water zetten. Dan snijden wij de toevoer van Leiden af. Dus inclusief die van de Spaanse troepen. En wij kunnen er met onze scheepjes, en hier zie je die watergeuzen in hun scheepjes naar Leiden varen. Het zijn prachtige kaarten. En die hebben vervolgens die stad een jaar lang belegerd. Daar kon geen kip in of uit. Daar kon dus ook geen eten in of uit. Daar kon ook geen, excusez le mot, stront in. Of daar kon helemaal niks in of uit. Dat moet ook een afschuwelijke periode zijn geweest voor de Leienaren. En die hadden dan ook niks voor Spaanse troepen te verzorgen. Dus je kan je voorstellen dat toen in 1574 de watergeuzen binnenkwamen varen en uiteindelijk het verzet van die Spanjaarden hebben gebroken en de stad hebben ontzet, de ontzettingen van Leiden. En die hadden dan in hun schepen, wat konden ze meenemen? Aardappels waren er nog niet. Die werden alleen nog maar in Zuid-Amerika, in Midden-Amerika geteeld. Dus er waren penen en uien en ze hadden ook een paar haringenbijter die inmiddels al hartstikke helemaal bedorven waren. Maar de Leidse inwoners waren al lang blij dat ze dat dan konden eten. En dat doen ze op 3 oktober ieder jaar nog steeds. Dus een hele andere situatie in de ommelanden van Rotterdam. Nou, als ze dan nog verder teruggaan in de tijd, dan zie je hier de stad, hè, de Oostzeedijk, die nog steeds bestaat. Hier ligt de tegenwoordige Kralingen. Die stroomde hier bij de Oostpoort de toenmalige middeleeuwse stad binnen. Heette binnen de stad de Hoogstraat. Die kruiste daar de Rotte. Daar lag een dam in die dijk. En met een sluis eronder door, zodat het water van de Rotte naar buiten kon. En als het water buiten hoger stond, dan ging die sluis automatisch dicht. Maar dan had je natuurlijk het risico van dat het Rottewater steeds maar aan bleef stromen. Dus dat moet je niet al te lang doen. De Hoogstraat. En die boog hier naar links door de zogenaamde Westpoort. En die ging dan hier verder als Schiedamse dijk en hier als Westzeedijk. En dat zijn allemaal namen die vandaag de dag nog bestaan. Hier zie je de middeleeuwse stad. En hier het stuk van de stad dat er aan het begin van de 17e eeuw, het is net die kaart van die vader en zoon Floris, die is toen pas aangelegd. De wijnhaven die was in 1610 pas gegraven. En in wat daarvoor een soort moerasgebied was. Uiterwaarden, moeras. Stel je de Biesbos voor. Daar is in het begin van de 17e eeuw de Rotterdamse stadsuitbreiding gerealiseerd. Met de wijnhaven, hier de boompjes en hier het Haringvliet. En hier was nog een nieuwe haven gegraven. Je moet je voorstellen, hier op dit puntje, daar staat vandaag de dag het Witte Huis. En hier heet het de Oude Haven, want die haven dat was het stukje van de monding van de Rotte, net buiten de Hoogstraat. Dat was de Oude Haven. Bijna aan het eind van mijn verhaal in 1570. Alweer onze locatie bestaat nog helemaal niet. Of liever gezegd, dat is een veengebied ver ten noordwesten van die stad. En ik eindig met deze kaart. Dit is de oudste die ik van deze omgeving heb kunnen vinden. Ook die zit in het stadsarchief uit 1567. En dat is ook weer een kaart met niet het noorden bovenaan. Maar het noorden ligt hier ergens. En dit is eigenlijk niet een kaart van Rotterdam, dit is eigenlijk een kaart van de Rotte. Want die loopt hier, hè, die kaart is ongeveer 1,5 meter lang, een gigantisch ding. Je ziet hier dat middeleeuwse Rotterdam liggen met de Oostzeedijk, de Hoogstraat en de Schiedamse dijk en buiten de kaart de Westzeedijk. Hier loopt de Rotte. De Rottemeren, daar zijn wel natuurlijke meren binnen in zo'n. En je moet je voorstellen, in 1567 was dit één groot moerasgebied. De kaartmaker heeft niet eens de moeite genomen om al die verschillende stukken te benoemen.
Het is één groot woest moeras waar we onze locatie hier kunnen zien liggen. En ik denk, om nou nog even terug te komen met mijn stok van 2,40 meter die bijna helemaal in dat boorgat verdween. En ik kon dan op die bodem waar ik toen stuitte, kon ik die stok een beetje ronddraaien. En dat voelde een beetje week aan. En toen ik hem weer omhoog haalde, zaten onderaan het puntje heel en half vergaalde bladeren, nerven van bladeren. Waarvan ik dacht van, oh ja, nu zit ik dus op het maaiveld van 1567. Dat zou je helemaal niet zeggen. Dat dat allemaal hieronder zit, al die lagen, die historische lagen, die moerassen van de 15e, 13e, 16e eeuw, die vervolgens in de 17e eeuw geleidelijk aan gepolderd werden door de sloten in. Helaas zakten ze toen weer verder naar beneden. Vervolgens zijn er in de 17e en 18e eeuw zijn er die turf, die veenplassen gegraven. En pas in de 19e eeuw zijn die veenplassen weer dicht of leeg gepompt. Met als resultaat, ik weet niet precies, ik heb het geprobeerd uit te zoeken, maar ben er niet helemaal achter gekomen hoe diep het maaiveld hier ligt. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat dat 5 meter onder ons ligt. En dat sinds de 18e eeuw daar 5 meter materiaal bovenop is gelegd. Onder andere die 1 meter van de betonplaat waar wij nu op zitten, aangelegd door die twee bedrijven Dutch Infratech en de Rotterdamse Betoncentrale. Dus dit allemaal in weerwil van wat wij zagen toen we hier voor het eerst kwamen in mei. Dat je denkt van god, wat is hier nu te beleven? Nou, er is hier helemaal niks. Maar nogmaals, als je goed kijkt, dan blijkt er een hele hoop te beleven te zijn met allerlei historische lagen die tot op de dag van vandaag hun invloed uitoefenen. Nou, daarover wil ik het graag in een andere keer hebben. Ik had het dus vandaag over de betonplaat zelf. En in een volgende lezing wil ik het hebben over de betonplaat die we hier zien liggen en de hele omgeving tot aan de bosweg die het Kralingse Bos en de Kralingse Plas afsluit. Dank u voor uw belangstelling en ik zie u graag bij een volgende lezing terug.